fiets gemaakt en dat was een soort loopfiets, hè? En dan ging die hele tijd rondjes draaien over het hele parcours. Ja. Dat was heel leuk. En dan meer mensen die iets bijzonders hadden. Maar dat mag allemaal niet meer, want dat wordt fijn. Max, weet je, het is zo anders dan als je op tv zit, voor de tv zit. Dit is gewoon zo live, is veel een keer bij zijn. Sfeer in de stad. Ja. Ja. Maar het viel ons op dat er heel weinig oranje is. Ja, niet niet veel uitgetost. Nee. We mochten de tassen niet meenemen, dus we hebben geen dubbele zak. Niks. Wij gaan vandaag Prinsjesdag vieren en dat is een hele feestelijke gebeurtenis in Den Haag. U ziet het aan de aantallen mensen die straks allemaal naar de Gouden Koets gaan zwaaien. De koning vertrekt om 1:15 vanuit Paleis Noordeinde samen met koningin Maxima. En dan rijden zij met de koets naar het Binnenhof. En daar opent de koning het nieuwe parlementaire jaar door het uitspreken van de troonrede. Ik ben speciaal voor Prinsjesdag gekomen. Ik vind het gewoon leuk om een keer mee te maken. Ik vind de sfeer heel leuk zoals ik het hier zie. We komen van Zwijndrecht en Numelsdorp met elkaar. We komen hier al jaren. Ja, voor de gezelligheid. Heel leuk. Heel leuk altijd. De sfeer, de koetsen, de paarden, de muziekkorpsen. Een vriendelijk persoon. Een goed koningspaar. Het gaat wel om de troonrede, maar alles eromheen, dat hoort bij Nederland. Ik ben ook wel eens flauw gevallen van te staan en zo. Zo lang dit kan heuken, misschien 7 of zo. Maar dat gingen we allemaal, hè? Heel Scheveningen. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik had het nog nooit gezien. En wat je op televisie ziet is natuurlijk ook wel mooi. Maar als je er ter plaatse bij bent, is het zeker de moeite waard. Ook al een parade van muziekkorpsen, maar ook om de glazen koets te zien. En al Laurentien en haar echtgenoot. Natuurlijk heel bijzonder. Ja, wat ik zo bijzonder vind is dat u die vlag zo in uw hoed heeft gedaan. Ja, goed, ik ben natuurlijk best een beetje chauvinistisch, hè, Nederlands en koninklijk gezin. Maar het is heel leuk, al die vlaggen in die hoed. Ja, zeker weten, hè. Ja. Hoe vond u het? Ja, kijk, gezellig, hè. Moeten we op zijn Brabant zeggen, hè. Dan kennen ze het hier in Den Haag misschien niet verstaan. Maar heeft u iets gehoord van de troonrede? Ja, het was heel duidelijk. En wat zei die? Ja, het was natuurlijk gruwelijk positief, maar we moeten het allemaal nog even afwachten. Ja, kunt u... Meer geld voor het onderwijs, meer geld voor de zorg voor de ouderen. En de armoede zou een beetje bedrogen worden. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Dat moeten we nog even afwachten. Economische groei, dat zou voor de minima wel wat beter worden. Nou ja, dan hoop ik aan de hoekkant hier zitten. Er zit best wel meer armoede in Nederland. Ja, en u? Wat vond u ervan? Ja. Ik vond het leuk. Ja, maar kon ik geen goede foto maken, want het is een glazen koets. Ik mis toch de Gouden Koets. Lang leef de koning! Hiep, hiep, hoera! Houden! Houden, we hebben gedaan. Leef de Prinsjesdag!